Zo, we lopen nog even naar de waterkant toe, want ja, het is hoog tij en ik heb vandaag verschillende opnames al gemaakt van het gemaal, extra pompen en bij de Molendijk natuurlijk daar ook en bij het Puttenzoek. En we gaan nu even kijken aan de waterkant of daar nog een beetje hoog is. Kijk gezellig mee zou ik zeggen. Nou, het water staat heel aardig op elkaar, zo te zien. We kunnen niet rondlopen. Dus het is wel aardig hoog tij. Maar onszelf is het hoog water, dus. Nou, zoals je ziet, komt het water aardig op. Nog geen natte voeten bij het café Het Veerhuis, daar kan je nog steeds een droog een pintje vatten. Maar het komt nog iets op, half elf is hoog water. Nou, aardig op de kant zo te zien. Maar het terras is nog droog. Nou, het valt op zin wel mee hoor. Een uurtje komt erbij. En dan is het hoogste punt half elf, hoogste punt Dordrecht dus. Ik verwacht morgen iets hoger. Boven te zwemmen. Nou, ik zal het niet doen. Het praathuis. Zo, dat was het water. Nou, we gaan nu weer naar huis. Ik zou zeggen, vond je nou mijn filmpjes leuk? Abonneer dan op mijn kanaal. Help mij naar de 2K. En filmpje leuk, duimpje omhoog. Wil je meer zien? Nou, even belletje aanklikken en abonneren natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken. En weer tot de volgende vlog. Thank you.
verlichting voor de zeevaart.